Een stadion aan de Vetkampstraat in Deventer. Niets is mooier dan deze plek. Onze Adelaarshorst. Als rood en geel weer eens speelt, dan ben ik daar. Niets is mooier dan onze club. Ons Eagles Deventer. In weer en wind, verlies of winst, dan ben ik daar. Niets is mooier dan onze club. Ons Eagles Deventer. Wat er ook gebeurt, we blijven trouw, ons leven lang. Niets is mooier dan onze club. Goedenavond. We staan hier bij het afscheid van Kees Vierhouten. We zien aan de menigte dat het heel veel mensen aanspreekt. Geldt ook voor u. Wat is de reden waarom u hier staat? Wat doet het met u? Ja, de laatste heer heeft heel veel betekend voor de club. Ja. En dat komt wel even aan. Heel jong en zo plotseling. Ja. Ja, dat doet wel wat. Ja. We krijgen wel een brok van in de keel. Ja, dus het voelt goed om hier dan even te zijn? Ja, ja, laatste groet. Ja. En ja. Een rood-gele hart, one big family. Nou, dat zie je hoe dat gaat. Als je niet vergis, is dit de vader van een van de keepers van Go Ahead. Dat klopt. Dat heb ik goed, hè? Klopt. Ja, ja. Hoe heeft het uw zoon geraakt? Ja, behoorlijk. Ja. Hij heeft er wel behoorlijk last van. Dus, ja. En de rest van het team ook gaat vanuit. Ja, dat denk ik wel. Ja. Als ik zo de reacties hoor, dan heeft het wel behoorlijk wat impact. Ja. En dat raakt u weer als vader? Ja, dat raakt je ook nog als vader. Ja. Dat snap ik, ja. Maar uw eigen gevoel toen u dit hoorde? Ja, nou ja, ik maakte af en toe wel eens een praatje met Kees over het voetbal. Van oké, wat gaan we vandaag doen, et cetera, et cetera. Maar ja, dit is denk ik een heel groot gemis voor de club. Heren, mag ik jullie misschien heel even aanspreken? Want zien we een prachtig mooi bloemstuk. Dit is van? Van onze groep in vakje 13. Vakje 13, ja. 1 en 2. Wat mooi. Ja. Hoe kwam het nieuws bij jullie binnen? Ja, als een klap natuurlijk. Hè. Het is, we kennen het natuurlijk niet persoonlijk, maar hij heeft veel voor de club gedaan. En ja, dat komt er hard aan. Ja. En natuurlijk vooral voor de familie natuurlijk. Ja. In eerste instantie. De leeftijd. Ja. Ik begrijp dat hier een aantal mensen van de vak staan die dit allemaal samen doen. Dit is allemaal vak 13, ja, wat hier staat. Ja, bij allemaal. Ja. Ja. Dus dat betekent dat u ook mee heeft gedaan met dit hele gebeuren? Ja, ja, we zijn met een groep van 26 en we hebben dan samen dit bloemstuk gedaan. Ja. Ik moet zeggen, hij is prachtig. We maken er nog even een shotje van. Ik vind het mooi wat jullie doen. Dank u wel. Sterkte ook vooral. Dank je wel. Dank je wel. Ons Eagles Deventer.